Eigenlijk draait heel deze video gewoon rond of vrouwen kunnen rijden, ja of nee. Nee, dit was de video. Grapje, natuurlijk. Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Milan en vandaag gaan wij eventjes bespreken, komen er... Oh jezus. Vandaag gaan we eventjes bespreken, komen er vrouwelijke formule... Ik heb weer spraakgebrek. Formule 1, coureurs... Natuurlijk, jullie weten het, 22 mannen strijden om die ene felbegeerde titel vorig jaar. De strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Max Verstappen heeft natuurlijk gewonnen dit jaar. Gaat misschien een strijd worden tussen Charles Leclerc en Max Verstappen. Ik ben benieuwd, ik ben natuurlijk voor Max. Maar ik vind Ferrari toch ook wel steeds leuker geworden. Dus ik heb wel wat sympathie voor Ferrari. Verder vind ik McLaren wel interessant, maar het is een Brits team. En ik denk zo, nah, toch niet. Verder, ja, wat vind ik nog interessant? Haas, maar gewoon omdat het zo'n underdog is. En die teambaas is gewoon leuk. Voor de rest, ja, ik weet niet voor welk team. Ik vind elk team wel prima, behalve Mercedes natuurlijk. Maar Ferrari en Red Bull zijn natuurlijk de leukste tot nu toe. Maar goed, daar gaat de video niet om. Deze video gaat over vrouwen en auto's. Volgens een of andere bron in heel die autocoureur, ja, wereldje. Natuurlijk, duizenden mannen racen professioneel. En ja, die 22 spots die er nu beschikbaar zijn in de Formule 1, dat is maar een klein fractie van wat er is. Dus het is al zeer moeilijk om in de Formule 1 te geraken. Ongeveer 98% man in heel die wereldje, 2% vrouw in heel die wereldje. Ja, kijk, dan is het veel makkelijker natuurlijk dat Formule 1 voornamelijk uit mannen bestaat. En het is natuurlijk ook makkelijker. Ik bedoel, je moet al geluk hebben als meisje dat je rijke ouders hebt, want je hebt het geld nodig voor Formule 1. En voor ouders die zo modern genoeg zijn om jou op autosport te sturen. En je moet vanaf jonge leeftijd beginnen. 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar. Als je echt, echt die top wil bereiken. Natuurlijk, er zijn misschien wel wat uitzonderingen. Maar over het algemeen is dat een beetje de norm. Ja, je moet dus talent hebben. Mentale conditie. Ik heb het even op een lijstje geschreven, hè. Nee, mentale attitude. Sorry, mentale conditie. Fysiek. Ja, je moet goed gebouwd zijn. Ik bedoel, het is echt niet zomaar eventjes achter een stuurtje. Het is... Die krachten, G-krachten dacht ik dat het heet. Technische kennis. Ik bedoel, je moet heel veel van de auto zelf weten. Je moet feedback kunnen geven. Je moet het niet per se zelf kunnen bouwen. Maar je moet er wel heel veel van af weten. Budget heb je ook natuurlijk nodig. Rijke ouders, goede sponsors. Ik bedoel, Nikita Mazepin. Die zat nooit in de Formule 1 als hij niet zijn rijke papatje had. Ja, hij is er nu ook weer uit. Door zijn rijke papatje deels. Maar goed. Kijk. Kan gebeuren. En natuurlijk een ander groot voorbeeld van een kind dat er zit om het geld. Lance Stroll, althans. Ik vind hem nog niet zo verkeerd of zo op een of andere manier. Ik heb er niks mee, maar ik heb er ook niks tegen. En natuurlijk zijn vader, hè, die als Aston Martin. Dacht ik, hè? Aston Martin toch? Ja, niet. Maar goed, kijk, in principe, ik heb er geen problemen mee. Laat hem lekker racen. Hij doet niks verkeerd, hoop ik. En voor de rest, de Chinees, die zit er ook waarschijnlijk alleen maar door het geld. Want heel veel sponsors, hij brengt heel veel sponsors met zich mee. Maar hij heeft in de eerste twee races zichzelf ook nog wel prima laten zien. Management, maar ik weet niet wat ze dat bedoelen in de lijstje. En alles tegelijkertijd. Natuurlijk, je moet allemaal hebben je fysiek, want anders haal je natuurlijk niet als logisch. Alleen als je het geld hebt en je kan totaal niet auto rijden, ja, dan gaan ze je ook niet aannemen natuurlijk. Dat is logisch. Maar in die 62 jaar tijd hebben maar 5 vrouwen meegedaan aan de Formule 1 kampioenschappen. In 1958 haalde zelfs een Italiaanse vrouw de 10e plek. En daarop zei een Franse directeur van de race daarna, of denk het dan, of tenminste een Franse directeur, race-directeur, die zei: de enigste helm dat een vrouw zou moeten dragen is een hairdresser. Ja, het stond zo op het internet. Natuurlijk, hè, bronnen, Wikipedia, YouTube-filmpjes. Ik zal mijn bronnen ook proberen onderin de beschrijving te zetten. Ja, hairdresser. Ik weet niet hoe je het per se naar het Nederlands vertaalt. Want ik weet niet wat er nou een helm is bij een hairdresser. Ik zou het niet weten, maar goed. Dat soort dingen zeggen mensen dus. Een andere Italiaanse vrouw, Lombardi, haalde zelfs punten. Ze haalde de 6e plek in de Spaanse Grand Prix. Maar helaas eindigde de race vroegtijdig, dus iedereen kreeg halve punten. Maar goed, ze was wel de enigste vrouw ooit die echt punten haalde. Maar Desiree Wilson werd zelfs de eerste vrouwelijke coureur die een F1-race won. En het was een speciale, het was de Britse Aurora F1 Championship. Het was trouwens op 7 april 1980. Daardoor is natuurlijk ook, tenminste op het circuit waar dat gereden werd, is ook een tribune naar haar vernoemd, dat het de enigste vrouw was die ooit een F1... Ja, een variant van F1, want ik weet ook niet precies hoe het werkt. Sorry jongens, ik ben ook niet de algemene. Weet je, ik heb gewoon niet alle kennis over F1, oké? Het was een F1 race, ze heeft hem gewonnen. Ik ben blij, ik weet niet. Het is leuk dat er eens een keer een vrouw wint, hè? Maar dan zou je denken van, ja, heel weinig vrouwen deden mee aan de Formule 1. Valt weinig over te vertellen. Maken vrouwen van nu kans om in de Formule 1 te komen? Ja! En sterker nog, ik kan je zelf zeggen,
Er zijn vrouwen die daar nu heel veel kans op maken. Eentje is Jamie Chadwick, als ik het goed uitspreek. Zij is Indisch-Brits. En zij is zelfs testcoureur bij Williams. En natuurlijk, Williams is niet een van de topteams van Formule 1 op dit moment. Maar Formule 1 is Formule 1. En of je daar dan bij een topteam zit of bij een laag team, je bent blij dat je in de Formule 1 zit. Natuurlijk is ze nog geen coureur, geen vaste coureur, maar ze is een testdriver. En als ze vaste coureur zou worden, het zou financieel best wel wat kunnen opleveren voor Williams. Ik bedoel, het is voor sponsors enorm interessant dat er een vrouw meedoet aan Formule 1. Ik bedoel, een vrouw sponsoren, de enige vrouw die meedoet aan Formule 1 sponsoren, dat willen heel veel bedrijven en die willen daar best wel wat geld in pompen. En ze is testdriver en dan wordt ze niet zomaar, ik bedoel, dan wordt ze echt niet zomaar. Ook Ferrari heeft trouwens aangekondigd vrouwen te willen opnemen in hun academie, maar goed. Jamie Chadwick is iemand in de gaten te houden. Ze heeft ook wel prijzen al gewonnen. Op haar 17e werd ze de jongste coureur ooit die een Britse GT-kampioenschap wist te winnen. En op haar 20e werd ze de eerste vrouw die ooit een F3-race heeft gewonnen. En als we gaan kijken eventjes op het internet, dan zie je hier een beetje een kleine biografie. Zet hem maar even op pauze als je meer informatie wilt over haar. Een carrière highlight. Ah ja, trouwens, ze heeft ook natuurlijk de winning W Series in 2019. Met Bath. Dat is blijkbaar zo'n toeristisch towntje. Tuintje, nee. Oh. Stad. Dat was de town even naar vertalen. Maar dan zul je denken, Milan, de W-series. Zijn er vrouwelijke Formule 1 kampioenschappen? Ja, die zijn er. Die worden waarschijnlijk minder bekeken, maar die zijn er. Kijk, maak kennis met de drivers. Kijk, er zit hier een Nederlander, Bijtske Visser. We zullen straks naar Insta gaan. Er zitten zelfs een Filipijnse, een Braziliaanse en natuurlijk veel Britten. Want altijd bij racen. Spaans, hier weer een Amerikaan. Hier Emily Heus. Bij Sirring Racing. En die andere zit bij, ook bij Sirring. Wauw. Kijk, Sirring Racing. Hier een Finn, nog weer Britten. Is dat een Rus? Gezellig. Jamie Chadwick zit hier natuurlijk tussen. Hier een Japaner, Spanjaarden. Veel Spanjaarden ook. Een Tsjech en weer een Brit. Want ja, ik bedoel, altijd. Kijk, dit is de Insta van Bijtske Visser. W-Series 2020. Ze heeft zelfs haar e-mail gewoon in de beschrijving gezet. Want ja, waarom niet? Ik bedoel, dat is wel interessant natuurlijk. Je ziet daar hier trainen, je ziet gewoon, ja, algemene foto's. Maar hier ook Richard Mill Racing Team. Het is gewoon heel interessant inderdaad dat ze gewoon, ja, er aan het racen is. En ze zit gewoon in de W-series. En ik denk niet dat zij het ooit zal halen in de Formule 1. Maar die Jamie Chadwick misschien wel. Dan heb je hier Emily de Heus, dat is de andere Nederlandse vrouwelijke coureur. En kijk, ik bedoel, ja, gewoon wat Insta-foto's. Dan zou je denken van Milan, wanneer zijn die races nou? Hier zie je de kalender. Dit zijn de races, maar dan denken van, het zijn er weinig, dat klopt. Maar dan denken ze van, het waren weinig. En Zandvoort was jaren voor wel en stond ook op die lijst. Dit is de lijst van 2022. Ja, ik dacht, ik wou eerst zeggen, ik vond het raar dat als je tickets wou kopen voor Formule 1 vrouwelijke, dan zie je hier een website met wel een Zandvoort ertussen staan. Maar dit is de ticketshop van de mannelijke Formule 1. Hier, kijk, bijvoorbeeld Boeknauw, €309. België is goedkoop dan. Nice. Huh? Deze zijn €53 voor Amerika. Nederland is dan wel duur. Maar ja, goed, dus die prijzen zullen natuurlijk. Ja, €35 kan nooit natuurlijk, denk ik. Die prijzen zullen natuurlijk enorm afhangen van weet ik veel wat. Maar goed. Maar dan is er nog een talent. De 14-jarige Japanse Yuyu Noda, als ik het goed uitspreek. Wordt bestempeld als wonderkind. De 14-jarige jonge dame is de dochter van oud Formule 1-coureur Hideki Noda. Die in 1994 drie races reed voor het LaRousse team. Ja, ze verslaat heel veel mensen. Ze komt uit in het Deense F4-kampioenschap. Ze is nog maar 14 jaar. En ze wint gewoon van heel wat mannelijk talent. Dus misschien haalt ze het ook gewoon eens een keer in Formule 1. En dat zou natuurlijk heel erg mooi zijn. Ze hebben hier trouwens ook de W-series, zoals ik het noem. Ze hebben hier zelfs gewoon wat prachtig. Ze hebben hier gewoon merch. Het ziet er wel natuurlijk wel heel basic uit, vind ik. Maar het is merch, all products. Het is ook in paars. Ik heb hier ook een paars. Het lijkt in de camera als blauw, maar goed. Hier, ze hebben accessoires zelfs wel. Oh ja, een pet. Maar het is wel duur. Die pet is nog maar €10, maar die hoodie is 80. Oh. Je hebt hier zelfs een mens t-shirt voor de vrouwenkampioenschappen. Dat is ook natuurlijk wel leuk. Dat is wel leuk. Bij de 500 likes haal ik echt een merch hieruit. Maar ja, goed, de 500 likes haal ik toch nooit. Dus moet ik ook nooit een merch gaan halen. Top. In ieder geval hopen jullie dat hier ooit een vrouwelijke coureur in de Formule 1 komt. Laat het weten in de reacties. Sommige mensen zeggen van, vrouwen in de Formule 1, dat wil ik niet. En al die standaarden, al die quota's. Waar moet er per se een vrouw in de Formule 1? Ja, natuurlijk moet er geen per se een vrouw in de Formule 1. En dat hoeft voor mij ook niet per se. Maar het is wel leuk als dat gewoon eens een keer gebeurt. Als er een vrouw is die
echt gewoon door haar talent daar geraakt. En tuurlijk, misschien zal toch wel een van de redenen zijn als een vrouw in de Formule 1 komt, dat het een vrouw is en dat het aantrekkelijk is voor sponsors, aantrekkelijk is voor geld en aantrekkelijk is voor publiciteit. En dat kan, dat is, zal ook waarschijnlijk bijna 100% zeker zijn dat dat een grote rol inspeelt. Maar je gaat me niet vertellen dat dat bij al die andere coureurs niet gebeurt. De Chinees, die is heus niet gewoon gehaald omdat hij alleen goed is, die is ook gehaald omdat het een eerste Chinese Formule 1 coureur is dat heel veel sponsors oplevert uit China. Lance Stroll is ook niet gewoon puur gehaald om zijn kwaliteiten. Nikita Mazepin is ook niet puur gehaald om zijn kwaliteiten. En dan heb je zo vaak veel meer voorbeelden ook in de geschiedenis. Er zijn zoveel jonge Formule 2 coureurs of Formule E coureurs die vroeger de Formule 2 hebben gewonnen. Ik weet niet, Gasly rijdt natuurlijk al, maar ik bedoel, er was nog zo'n Fransman die volgens mij heel erg talentvol was. Die Nederlander, Verdoorn, of nee, niet Verdoorn, is die Belg. Die Nederlander die Formule 2 heeft gewonnen, ik ben even die naam kwijt, is ook talentvol. Maar vooral die Fransman die Formule 2 had gewonnen, die krijgen ook nog geen kans. Die krijgen misschien ooit een kans, maar nu ook nog niet. Het is gewoon een hele moeilijke wereld. En natuurlijk zal het wel ooit mooi zijn als er gewoon een vrouw de Formule 1 gaat halen. Het zou gewoon grappig zijn, kijken hoe ze het gaat doen. En ik hoop dat die Jamie Chadwick of die Japanse de Formule 1 gaan halen. En echt niet puur alleen maar omdat ze vrouwen zijn, maar het is eigenlijk ook weer wel. Waar gedraait heel deze fucking video om. Maar goed, bedankt voor het kijken. Like en abonneer. Join de Discord server. Laat een linkje achter in de beschrijving. Volg mee. Linkje van de Discord server. Linkje staat in de beschrijving. Wat een spraakgebrek vandaag. Discord server. Linkje staat in de beschrijving. Volg me even op Instagram. Echt Milan NL. En dan zie ik jullie weer ergens bij een nieuwe video. Woensdag of zaterdag meestal. Dus ja. Trouwens, ga even vaker kijken naar die W-series. Ik bedoel, het lijkt me wel grappig om er eens naar te kijken, man. Dus ik kijk ook naar F2, F3 soms. Dat is ook eens een keer leuk om iets anders te kijken dan F1. Maar goed, bedankt voor het kijken.